ik ben een zeer fanatieke ook voetballer. Ik mag graag winnen. Dat is wel een dingetje wat bij sport hoort voor mij. Een plan maken, dat tot uitvoering brengen en zorgen dat... Nou, soms zijn het voetballers waar je het mee doet en soms zijn het je postduiven die in een systeem prestaties leveren. Dat is de kick. Ik laat 's ochtends de duiven om 7 uur los en gedurende de hele dag hebben ze binnen, buiten, op het gras kunnen vertoeven in een badje. Tot aan 5 uur is het, mogen ze hun eigen plan trekken en daarna moeten ze goed naar mij luisteren. En dan wordt er gevoerd, wordt er getraind naar de zaterdag toe. Ik noem dat dan de Spijkerman 2.0 methode. De duiven een hele dag buiten verkeren, zelf de keuze kunnen maken, zodat ze op wedstrijden in die natuur kunnen floreren. Hier zitten normaal gesproken een 30-40-tal jonge duiven die hier gedurende de wedstrijden op nestjes in het stro zitten te broeden. Ik heb kleinere hokken en daarmee houd je de duiven ook een stuk rustiger. Hey, dus ze kunnen niet links en rechts en overal bij je langs vliegen. Dit soort bakken komen bij de firma Hermes uit Duitsland vandaan. Toen ik opnieuw hier in Balken kwam wonen, ik zeg nou, ik heb eigenlijk wel heel erg zin aan dit soort bakken waarbij je op verschillende manieren de boel kunt motiveren. Kleine bakjes kunt maken, broedholletjes. Maakt het mij in ieder geval weer wat makkelijker. Ook het schoonmaken. Alles zit bij elkaar en daarmee is ook weer aan elkaar zoekende van wie wil bij wie in het hokje zitten. Maar het zorgt voor een eigen motivatie. Dit is de 961. Dit is een duif van Lagrau met Van der Linde. Die met name op de latere vluchten, de langere vluchten, nou, vooraan zat. Dit is een laadduifje uit de Henry van der Linde soorten. De moeder die heeft gewonnen op Argenton, de eerste prijs. En dat zijn de wedstrijden waar het mij ook om te doen is. Dit is een laad jong van het afgelopen jaar. De vader van deze duif die was derde op Châteauroux. En op een hele loodzware dag vond vlucht. Nou, ik hoop dat deze het van zijn vader heeft meegekregen. Mijn vader is een herintreder en dat is een mooie, want hij heeft mij destijds in de duivensport gebracht toen ik een jaar of 6, 7 was. En toen hij met pensioen ging, wilde hij wel graag ook weer wat om zijn boerderij hebben vliegen. Dus zodoende kwamen duiven van mij weer bij hem. Dus nu is hij ook weer een fanatieke duivenliefhebber. In Balken is het een hele mooie club en eigenlijk de regio ook wel, zoals we de kuststrook dan benoemen. Het is een gemengde club met mensen die echt de dag voor dagvluchten beoefenen, maar ook overnacht. Ik noem namen als een Pander en een Pietersma en een Schotanus. Dan heb je genoeg concurrentie om tegen te vliegen. Als die er niet zouden zijn, dan vlieg je nog altijd tegen je vader en dat is misschien ook wel de mooiste concurrenten.